komende weken voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de Spijkenissebrug. Dit houdt in dat de brug afgesloten zal zijn in beide richtingen voor het wegverkeer en dat bromfietsers, fietsers en voetgangers gebruik kunnen blijven maken van de brug. De brug wordt meerdere nachten van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends afgesloten. Een overzicht van alle data zie je hier in een overzicht. Bij de werkzaamheden worden de technische installaties van de brug getest en de kabels van de hefbruggen. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.